Dag beste stripliefhebbers en welkom bij een nieuwe video van Straffe Strips. Vandaag gaan we kijken nemen naar de Wouden van Opaal deel 11, namelijk de Vergeten Mythe. Deze stripsreeks wordt gemaakt door Arleston en Martino en werd uitgegeven in Nederland en België door uitgeverij L. Deze stripreeks is opgedeeld in twee series. We hebben serie 1, die gaat van deel 1 tot 9. En dan hebben we serie 2, waar nog maar twee albums zijn uitgebracht. En dit album is dus het tweede verhaal daarin. Nu, serie 1 speelt zich eigenlijk 300 jaar in het verleden af. En dus met serie 2 gaan we 300 jaar in de toekomst. Nu, aan de linkerkant hebben we dan een mooi overzichtje over wat er eigenlijk is gebeurd in het verleden. Dus 300 jaar geleden waren er een soort van titanen die magie in de wereld brachten met speciale stenen. Maar er waren priesters die dat misbruikten. En dus dan was er één titaan en één held die er samen voor zorgde dat die priesters ten einde kwamen en dat de vrede terugkwam op in de wouden van Opaal eigenlijk. Maar nu zijn we 300 jaar later en ja, vele mensen zijn dat verhaal vergeten. Nu, onze avonturiers, of onze helden, dat is Luxant, een soort van een hooglaar. Die is het knechtje eigenlijk van Rodombre. Rodombre, dat is de meester archeoloog. En dan Altai is de assistent van Rodombre. Ziezo, dat zijn onze drie hoofdpersonages en dan duiken we meteen in het verhaal. Nu, wat wel meermaals voorkomt in dit verhaal, en waar ik ook wel fan van ben, zijn zo deze grote achtergrondtekeningen, waarop dan de andere plaatjes geplaatst worden. Ik vind dat het zorgt dat je toch wel wat meer geabsorbeerd wordt door het verhaal, en ik ben zeker fan van deze manier van indeling. Nu, we zien hier eigenlijk het bolwerk, waar een soort van de afstammelingen van de toenmalige priesters zich huisvesten, en die dus de krachten van die stenen willen gebruiken voor hun eigen gewin. En dit is dus een van die tovenaars, lichtheden worden die genoemd, die dus proberen de kracht van die stenen te verwerven. En die heeft dus een assistent, en die zijn een soort van armband van Kohars op het zoek. Die zijn daarnaar op zoek. Net zoals onze helden trouwens. En dan doet deze persoon een soort van een magisch ritueel, waarmee hij probeert onze helden het leven zuur te maken. Nu, om dat ritueel te doen, offert hij zijn eigen dienaar op, die daar natuurlijk niet zo'n fan van is. En we krijgen dus meteen al een glimp van de vreedheid van deze dienaren van het licht. Nu, hij spreekt dus die magische spreuk uit. En goed, het is niet helemaal duidelijk wat er exact gebeurt, maar ze komen op een andere locatie terecht hier. En bovendien zijn ze ook veranderd van gedaante. Dus het zijn nog steeds dezelfde personages. We hebben Rodombre, Loxant en Altai. Maar ze zien er toch net even anders uit. Zo heeft hij een staart en heeft hij een soort van harnas aan zijn hand. Dus ze zijn veranderd van gedaante. Wat precies de bedoeling is van de scenarist of de tekenaar met die gedaanteverandering is me niet helemaal heel duidelijk. Goed, ze veranderen van gedaante en ze gaan op weg. Ondertussen, in de stad van het licht, neemt deze donkere tovenaar een nieuwe assistent aan. En hopelijk gaat hij niet hetzelfde lot toegeschreven zijn als de vorige assistent. Maar deze assistent lijkt ook nogal op macht belust. En hoopt eigenlijk zijn meester zijn plaats in te wisselen van de meester. Ondertussen maken we kennis met Hantra, dat is een van de vijf koninkrijken. En daar wordt net een luchtschip ingeladen. Eigenlijk omdat de jacht eigenlijk voorbij is en alle huiden en goederen worden dus op het schip geladen. En net wanneer de kapitein besluit om te vertrekken met het schip, komen onze vrienden daaraan en die vragen of ze ook niet mee mogen met het schip. Nu, later blijkt dan dat de kapitein en onze vrienden oude bekenden zijn, maar door de gedaantewisseling hadden ze elkaar niet meteen herkend. Ziezo, onze vrienden zijn dus op weg met het schip, maar komen terecht in een zware storm. Nu, alle hands aan dek, maar het mag niet baten, uiteindelijk crasht het schip toch tegen een gigantische boom. Goed, ja. Eerst verzorgen ze de gewonden en ze maken een kamp, maar hoe het dan exact verder moet, dat is een beetje onduidelijk. Ondertussen maken we kennis met een nieuwe regio, dat is namelijk de stad Kositras, de armste hoofdstad van de vijf koninkrijken. En daar zien we eigenlijk dus de priesters van het licht, of toch tenminste hun opvolgingen, die voedsel uitdelen aan de lokale bevolking, die het niet al te breed geeft.
Nu, omdat de mensen het er niet al te breed hebben, is er dus ook nogal redelijk wat criminaliteit waar dat mensen stelen om toch te kunnen overleven. En hier zijn er dus zo twee kinderen op de vlucht, omdat ze gestolen hebben. En ja, ze denken dat ze gered worden door deze priester van het licht. Maar ja, die besluit er anders over. Die maakt die kinderen een kopje kleiner. En blijkbaar wat er dus gebeurt, is dat deze kinderen of oudjes verwerkt worden in de soep en het eten die uitgedeeld wordt aan de mensen van deze arme stad. Dus ja, nogal heel erg lugubere praktijken die aan de gang zijn. Nu, het schip zit vast in een boom, dus er wordt geprobeerd om het schip naar beneden te krijgen zodat ze het kunnen herstellen en opnieuw kunnen verder varen. Maar wat blijkt, het schip breekt in twee en blijkbaar hebben ze ook last van termieten. Goed, dus verder gaan met het schip, dat zal geen optie zijn. Ze zullen te voet verder moeten. En onze vrienden zullen moeten wandelen. Ondertussen maken we wat verder kennis met de orde van het licht hier. En die hebben blijkbaar nog een scherf van een van die magische stenen van 300 jaar geleden. Die dus een pak magische krachten bevat. En dus deze dienaar die vraagt eigenlijk, oké, mag ik die scherf lenen voor de recrutering van nieuwe leden van het licht? En dan, dat is een beetje, ja, de grote leider die staat dat toe. Want het is eigenlijk niet bij onze vrienden die op weg zijn, helemaal te voet, want ja, met een schip, dat lukt niet meer. En dus ja, ze zijn op weg tot ze op een bepaald moment bij een raar pad aankomen. En ze begrijpen niet zo goed wat dat precies is. Maar wat blijkt, dat is een soort van tunnel van een raar creatuur. Hier kunnen we zien, wauw, wat een gigantisch monster. Heel cool afgebeeld. Dat is een trato. En dus, ja, hij blijkt eventjes verdoofd door de hoge tonen die iedereen schreeuwt. Wordt hij eventjes verdoofd. En dan moeten ze heel snel handelen, want ze moeten natuurlijk zo snel mogelijk een kopje kleiner maken. Maar onze Luxant, die kan gelukkig nogal goed overweg met zijn zwaard. Die duikt in de muil van het monster en kan het van binnenuit onschadelijk maken door de hersenen van het monster te doorklieven. Nu wordt dus besloten om de tocht verder te zetten en dus het vlees uit te delen aan de mensen in deze arme stad, want daar komen ze aan. En de schubben die blijken nogal waardevol te zijn, dus die zullen ze daar proberen te verkopen. Nu, ja, die mensen van het licht zijn natuurlijk niet dat opgezet, want zoals je waarschijnlijk al duidelijk was, profiteren zij eigenlijk van de arme bevolking en hopen ze die dus voor hen te winnen door eigenlijk hen eten te geven en tegelijkertijd de bevolking zelf arm te houden. Dus ja, ze doen zich wel voor als de goedaardige men, een goedaardige organisatie, maar dat zijn ze dus allerminst. Ziezo, dus dan komen ze dus in aanraking met die orde en ja, dan zullen we moeten zien wat er natuurlijk zich daar gaat afspelen, maar dat zal je zelf moeten ontdekken. Nu, voor mij was het dus een eerste kennismaking met de Wouden van Opaal. En dus, ja, meteen al de karakters zien dan van gedaante veranderen, ja, dat was al eventjes moeilijk. En is nogal, moest ik mij dus zeker aan aanpassen. Ook, ja, hoe al exact de magie werkt hier in dit universum. En deze reeks was mij ook niet altijd helemaal duidelijk. Dus ja, het is toch wel zeker aan te raden om vanaf deel 1 te beginnen, of op zijn minst dus eigenlijk deel 10, die dan de start van serie 2 vormt. Dus qua scenario was het voor mij toch wel wat zoeken hoe het allemaal exact in elkaar zit. En het is wel duidelijk de opbouw voor een groter verhaal, waarbij we dus enerzijds die orde hebben, die de macht wil verkrijgen, en onze helden die daar zullen moeten tegenin gaan. Maar ze zullen waarschijnlijk nog op een pak extra obstakels lopen. Het is mij ook niet allemaal altijd helemaal duidelijk wat onze helden precies proberen te doen en waarom ze dus onderweg zijn. Ze proberen duidelijk iets van die oude stenen te lokaliseren en daar iets mee te doen, maar wat exact was me niet helemaal duidelijk. Nu, de tekeningen aan de andere hand, daar ben ik wel zeker fan van. Zoals ik eerder zei, zo die grote plaatjes waar dan die kleinere plaatjes op plaatsen, vind ik een hele mooie compositie. En zorgt er toch echt wel dat je meeleeft in het verhaal. Dus het is een heel dynamische strip in dat opzicht volgens mij. En is dus wel heel mooi verteld. Kijk, hier opnieuw zo'n mooie grote plaat. Daar ben ik zeker fan van. En ik ben heel benieuwd hoe deze wereld zich verder zal ontvouwen. Maar ja, zoals ik zei, niet de perfecte strip om middenin te springen. Best ook eventjes een vorig deel lezen, zodat je beter mee bent met het verhaal. Al bij al, een mooie strip. Een mooie reeks waar ik zeker naar benieuwd ben hoe die verder gaat. Maar soms nog een beetje verwarrend. En het is duidelijk nog een opbouw. Dus er moet nog veel gebeuren eer het verhaal verteld zal geweest zijn. Ziezo, dankjewel uitgeverij L voor deze prachtige uitgave
van de wouden van Opaal. Dat is deel 11, de vergeten mythe. En ik ben heel benieuwd hoe onze avonturiers verder hun tocht zullen voortzetten en hoe alles uiteindelijk zal aflopen. Nu vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen op deze video en te abonneren op het kanaal, zodat je op de hoogte blijft van toekomstige video's. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik je graag in de volgende video. Bye!